Waar je als tegenstander wel van kunt verwachten dat ze gaan wankelen als je snel komt opzetten. Daar is de goal! Nee! Een save nog van Leo Kokubo. De halve omhaal. Ferry. Een save. Die mocht er ook zijn van de doelman. Van STVV. Bal uit zijn doel. Dan de actie maken, maar goed verdedigend werk van Fuji. Het is wel gevaarlijk. Daar gaan ze knoeien. En dan is daar de poging van Bertaccini. Het was niet goed wat er daar gebeurt. Yamamoto. Achter de bal. Het wordt Ito. Het is gevaarlijk daar. Bertaccini. En dan gaat hij erin. En heeft Bertaccini die bal aangeraakt. Hij claimt de goal. Dat zeer zeker. En STVV komt op 0-1. Patrick Gunnarsson. Die is ontevreden uiteraard. De gebalde vuisten. Ook bij Van Helden. Hij zet er zijn hoofd tegen. Ah, misschien nog wel die 10 punt van Bertaccini. Kijk nu naar De Neven. Dan zitten we aan de andere kant. Voorzet Dion De Neven. Goeie bal van De Neven. De kopbal van Nacho Ferri. Dit is wat. Is een de bal van Ito tegen Kaneko. Deze keer probeert hij het anders. Ogawa terug bij Ito. Ito met de voorzet. Gevaarlijk. En dan gaat hij er niet in. Bertaccini. Kijken. De bal van Ito. Takamine. Centraal. Nacho Ferri. Ferri. Oh, tegen de paal. En dan in de handen van Kokubo. Hij verdient wel een doelpunt. Nacho Ferri. AV Kortrijk. Nou, ze blijven daar combineren, maar dit was wel goed. Dicht bij elkaar. Ferri. En Kat. Gaan ze in deze partij het kunnen omkeren. Ze staan voor met 0-1, maar het is nog lang. Kijk nu naar de goal. Jawel, daar is João Silva met de 1-1. De kapitein, we zeiden het daarnet, hij pikt regelmatig dat doelpuntje mee. En dat doet hij ook dit seizoen met zijn eerste. Een belangrijke van de captain. En dan zijn we een minuut of 5 ver in deze tweede helft. Nou, kijk, het is het kopduel zuiver winnen. Hier komt STVV. Dat kan wel wat worden. Oh, en dan is daar nog de save van Gunnarsson. Je probeert wel heeft het te blijven. Ze 15e in de stand. Komt Kortrijk op 7 punten. Net als Agen, net als Antwerp. Met er nu Ambrose. Ambrose met de kans. Oh, tegen de paal. Ambrose. Dat was een grote mogelijkheid voor KV Kortrijk. Daar ineens Ambrose. En dan trapt hij de bal keihard tegen de paal. Dat ziet er niet altijd de beste uit op hoge ballen. Goede reflexenkeeper. De Jager. En dan de kopbal. Ja, stevige nekslag. Dat was het wel. Dat het wel nog mocht, maar Boutenberg oordeelt dat het voorbij is. Deze partij eindigt dus op 1-1. Ja, er is wat ontgoocheling. Er is wat gefluit, wat boegroep.